Ralf Seuntjes, je hebt al aardig wat jaren achter de rug als profvoetballer. En nu sta jij hier in een shirt van NAC. Is het dan als een kind in de snoepwinkel of hoe moet ik dat zien? Ja, een beetje wel, hè. Ja, natuurlijk blij gewoon dat ik eindelijk voor NAC mag spelen. En een paar keer niet van gekomen door verschillende omstandigheden. Maar nu gewoon blij en kijk ernaar uit om aankomend seizoen van NAC te gaan spelen. Ja, heb je al vaker dan gesprekken gehad dat het uiteindelijk hem niet is geworden? Ja, zeker. Ja. Gewoon met Abel heb ik gesprek gehad. Toen voor naar Venlo, na mijn RBC-tijd. Gewoon 3 keer eerder en dat is niet ervan gekomen. En nu eindelijk wel. Een soort van 6 keer is scheepsrecht. En vandaag meteen 2 uur lang op het veld. Hoe ging dat? Ja, prima. Gewoon het is conditioneel opbouwen. En dat hoort er ook bij. Het zijn niet de leukste dingen, maar moet gebeuren. En dat was prima om weer zo met het team op het veld actief te zijn. Ja, conditie, je hebt volgens mij best wel wat gedaan hè, deze zomer. Hoe ben je de weken doorgekomen? Nou ja, gewoon bij een personal trainer van mij, een vriend van mij, Epic PT. En die begeleidde mij gewoon in het krachthonk. En daarna zei hij ook wat ik in het bos kon doen. Heb ik intervalruns gedaan of 10 kilometer loop, 5 kilometer loop. Dus zo zijn we een beetje de vakantie doorgekomen naast een 9-daagse reis naar Ibiza met het gezinnetje. Merk je dan ook dat je nu conditioneel sterker bent dan anderen of is het gelijk? Nee, iedereen is gewoon fit wat ik zie. Iedereen is conditioneel goed. Dus dat wordt ook rustig opgebouwd. Dus daar merk ik nog niet zoveel van. Je hebt al weken afstand kunnen nemen van voetballen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eventjes nodig was. Hè? Je treft hier een groep die een enorme domper te verwerken heeft gekregen aan het eind van vorig seizoen door promotie mislopen. Voor jou geldt natuurlijk exact hetzelfde. Hoe heb je daar voor jezelf een streep onder kunnen zetten? Nou, de eerste 2 weken was wel even rot en balen, maar daarna is het gewoon vakantie en dan is het gebeurd relativeren en naar dit seizoen toe werken die nou van start is gegaan. Er is weinig moeite mee, geen revanchegevoelens of dat je opgekropte emoties of woede nog hebt? Nee, ja, kijk, soms is het wel balen dat je met de Graafschap niet had gered en had je daar met een promotie afscheid genomen en dat is wel balen natuurlijk. Maar ja, ik ben nu van NAC, dus die hebben het ook niet gered, maar daar heb ik geen enkele invloed op gehad natuurlijk. Dus aankomend seizoen gaan we ervoor. Wat voor rol ga jij krijgen? Als ik gewoon de rechtstreekse vraag zou stellen, Ralf Seuntje in de spits of Ralf Seuntje op 10? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Ja, maakt mij echt niet uit. Ja, dat klinkt cliché, maar dat maakt mij echt niet uit. Ik wil gewoon mijn best doen en belangrijk zijn voor het team. En in welke rol dat is, dat maakt mij niet uit. En er is genoeg concurrentie, dus we zullen met z'n allen vol aan de bak moeten om een plekje te veroveren. Ik denk dat iedereen jou wel kent, maar toch voor de mensen die echt onder een steen geleefd hebben, wat zijn jouw kwaliteiten? Nou, balvast. Ik heb wel inzicht en lees het spelletje goed. En kan daarnaast ook een goal maken. Ik denk dat dat wel is. Ja, doelpunten kunnen we goed gebruiken, dus wat dat betreft is dat hartstikke mooi. Wat verwacht je verder van het seizoen? Nou, ik verwacht gewoon een heel mooi seizoen. De fans, de supporters zijn er natuurlijk weer bij, dus dat is natuurlijk fantastisch. En daar kijk ik zeker naar uit dat die weer in het stadion zijn. En daarna verwacht ik gewoon een mooi seizoen waar we als groep gewoon samen zullen staan en de wedstrijden aan zullen vechten. Tot slot, als supporters nu een shirt van jou willen kopen, heb jij al ruzie gemaakt over welk rugnummer je gaat krijgen? Nee. Ik kom volgens mij volgende week ergens een lijst en dan staat je rugnummer op. Dus voor mij is alles prima. Dus... Ja, heb je daar geen zeggenschap in? Nee, ja, je mag je vorige volgens mij opschrijven. Dus, maar... We zullen wel zien welke ik krijg. Kijk, het gaat uiteindelijk om dat je gaat spelen en de rugnummer doet er niet echt toe. Precies, als je nog veel doelpunten maakt, dan is dat nummer het nummer van dit jaar. Precies. Dankjewel, veel succes.